Sinds 1 juni is het Kallemulenmuseum weer geopend voor publiek. Maar vanwege de coronacrisis is dit wel met de nodige beperkingen. In de komende uitzending van Mooi Zo vertelt directeur Lisette Pelsers van het Kallemulenmuseum hier meer over. De tentoonstellingen Niet met zoveel woorden en Parels uit het Verre Oosten, beide te zien ter tijde van de sluiting van het museum op 13 maart, zijn verlengd. De expositie Ewert Hilgeman, Work in Progress, net ingericht toen het museum dichtging, is nu voor het eerst te bekijken. In de beeldentuin ligt publiekslieveling Jardin des Mailles uit 1974 van Jean Dubuffet weer te stralen na een 5 jaar durende restauratie. Over dit kunstwerk en de restauratie hoort uw hoofdcollectie en onderzoek Tanja de Boer. Dat kunt u zien vanaf maandag 15 juni op dit kanaal. Kijken hoor!